Hedenmorgen heeft het ministerie van ROGB een presentatie gehouden voor alle DR- en RR-leden van Nikeri. De bedoeling van deze presentatie is dat op zo'n manier de DR- en RR-leden de gemeenschap beter kan voorlichten en dat er meer transparantie komt in het reilen en zeilen binnen ROGB. De presentatie ging voornamelijk over grondaanvraag, overdracht, conversie, verlenging en bestemmingswijziging. Ook is er duidelijk uitgelegd wat allemaal nodig is bij het aanvragen van een stuk grond en uitvoerige informatie verstrekt omtrent het overdragen van percelen. U hoort ROGB-medewerker de heer Widi Iviano, die uitgebreid vertelt wat er allemaal nodig is voor het aanvragen van gronden. Een grondaanvraag te doen zijn bepaalde vereisten waaraan een aanvrager moet voldoen. Een verzoekschrift met de volgende informatie: naam, adres, datum, district, reden van aanvraag. Met reden van aanvraag bedoelen we: wat is de bestemming? We hebben bebouwing voor landbouw, tuinbouw, recreatie, industrie. Dat heeft te maken met de reden en de telefoonnummer. Verder een figuratieve kaart met de aanduiding van de ligging, de oppervlaktebegrenzing. En er kan ook een aanvraag gedaan worden op ongenummerde percelen. Ongenummerde percelen zijn percelen die, de naam zegt het al, die niet genummerd zijn. Een aanvrager moet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit. Op een verzoekschrift op plakzegel van 1,50 of meer. Nationaliteitsverklaring mag niet ouder zijn dan een maand. De mogelijkheid is er ook dat niet alleen ook instanties een aanvraag kan doen op een stukje perceel. Daarvoor hebben we verklaring van rechtspersoonlijkheid en de statuten nodig van het ministerie van Justitie en Politie. Met rechtspersonen bedoelen we stichtingen, NV's, eenmansbedrijven. Voor aanvragen groter dan 10 hectare is er een kopie van een bedrijfsplan nodig. Dat is om aan te geven of de aanvrager zal kunnen voldoen aan de cultuurplicht. Over de cultuurplicht zullen we later erop ingaan. Een kopie ID-kaart van de aanvrager. Mevrouw Santu, die de leiding heeft bij ROGB Nikeri, geeft een uitleg over zakelijke en persoonlijke titel. Persoonlijke titel is als het in gebruik of in huur is gegeven. Zakelijke titel wordt het als het zover is dat de minister van ROGB gezegd heeft aan de mensen van hier is het bewijs dat men heeft gekregen iets in grondhuur, nu alleen, en het verleden was het ook in erfpacht. Dus grondhuur, erfpacht zijn zakelijke titels. In huur of in gebruik, tot wederopzegging, dat zijn persoonlijke titels. Ook daartoe heeft men beschikkingen. Dus daarom maakt men meestal een fout van ik heb al een beschikking. Maar die beschikking is dan niet één met een zakelijke titel, maar een persoonlijke titel. Ondervoorzitter van de DR, de heer Roy Sedok, is zeer content met de opkomst van de RR-leden bij deze presentatie. Hij hoopt dat de RR-leden de informatie verder zullen overbrengen naar de gemeenschap. Ik hoop dus dat na de presentatie door leden van ROGB, de DL-leden het veld ingaan en de mensen die problemen hebben kunnen uitleggen hoe het moet, hoe ze grond moeten aanvragen en alles wat daarmee samenhangt. En ik ben blij dat de meeste RL-leden zijn opgekomen, zodat het veld in Nikeri precies weet hoe ze moeten handelen wanneer ze in aanmerking willen komen voor een stukje grond. Ik denk dat het begrip dus ten aanzien van ROGB, waarom ze zo lang moeten wachten,
het nu duidelijk is voor de gemeenschap en dat men nu precies weet hoe alles eigenlijk in elkaar zit.